ben gewend aan publiciteit, ik hou ervan. Heerlijk. Oh, ja. Het beste paard van stal. Beste James, we zullen deze korte speech man en paard noemen, want een oud paard hoort graag klapperende zweep. Er is een spreekwoord dat zegt, één onderrok trekt meer dan een span paarden. Maar voor jou blijkt het niet op te gaan. Zelfs het gezegde, een vrouwenhaar trekt sterker dan 10 paarden, is je onbekend. Want jouw persoonlijk credo is, ik heb liever een paard dan een mooie vrouw. Maar beste James, schoonheid is ook maar betrekkelijk. Want een gouden zadel maakt geen ezel tot paard. Maar kijk uit je doppen. Dan ken je de uitdrukking. Een oude vrouw en een oude koe, die vallen toe. Maar een oude man en een oud paard zijn niet meer waard. Wees voorzichtig. Toch heb je met onze nicht Marianne in ieder geval niet op het verkeerde paard gerit. Volgens mij was jij en ben je nog steeds voor haar de prins op het witte paard. Kijk, hada. En mocht je wel eens twijfelen aan de huwelijkse staat, wie niet? Denk dan aan de uitdrukking, een man zonder vrouw is als een paard zonder teugels. Maar te veel denken is ook weer niet goed. Want denken moet je aan een paard overlaten, die hebben een groter hoofd. Beste James, we zullen een oud paard van stal halen. Door vast te stellen dat het gezegde paarden die de haven verdienen krijgen ze niet, niet op jou van toepassing is. Want de familie waardeert heel erg wat je allemaal voor ze doet. Daarbij werk je als een paard en niet is hij te gek. En wat ze ook over je zeggen, je bent zeker niet over het paard getild. Of je hetgeen nu gaat volgen allemaal even leuk vindt, dat doet er niet toe. Want je mag een gegeven paard niet in de bek kijken. Lieve James, ho. Klaar voor? Helemaal. Mijn broer, neef en nicht van Marianne. Het staat als een paal boven water, je bent nu de oude wijze man. Hier hoeven we geen doekjes om te winden. Jouw vrouwen zijn de witte paarden die te veel stro eisen. Stro. Je werkt nog wel één nachtje per week en bij thuiskomst eet je gezellig samen met Marianne voor een appel. Een ei. Die gaan we niet gooien, open. Appel. En een ei. Doe naar James gooien. Mooi. Doe naar James gooien. Het is al een bijna open. Nou, hier komt de appel. Hier komt een ei. Dankjewel. Ja, en die zoete broodjes zijn dan al gebakken. James, je bent iemand met het hart op de goede plaats. In Heulen klus je heel wat af. En dat is voor jou een fluitje van een cent. Met Janet spreek je regelmatig af in het bos te gaan paardrijden. Maar qua tijd en afspraak van Janet moet je nog wel eens water bij de wijn brengen. O ja, dat kan schelen. Dat kan bij mij thuis ook niet oefenen. En al vraagt Janet jou... Al vraagt Janet jou... Nee. Maar... Mooi, oh sorry. Maar wij weten allemaal dat jij heel makkelijk bent en het zal jou een... Borst geven. En al vraagt Jeanette jou het... Hem van je lijf. En jij haalt altijd voor haar de kastanjes uit het vuur. En je gaat niet op je luien. En jij weet altijd waar Abraham de... Kijk, James, je hebt overal kaas gegeten. En je houdt graag je vinger in de... Deze gooi je niet. Ook zorg je voor een pleister op de wonden. En niets gaat jou boven je... Een pet. Het loopt bij jou nooit in de... Zoom? Je slaat altijd de... Pijpen op zijn kop.
God. En je bent geen held of... Ja! Je verkoopt geen... Knollen. En het komt bij jou altijd voor de... Bakker. Handgemaakt voor de bakker. Ook vind je het af en toe heerlijk om mij samen met Marian, zeker in carnavalstijd, de bloemetjes buiten te zetten. En al doe je soms mee voor spekkerbonen en bonen. Maar meestal heb jij toch wel peper in je. Binnenkort komt er vast weer een verbouwingsklus aan en moet je weer door de zure oude. Dan je er nu uitziet en dat je leven verder over. Oh.